Wat vindt u van de tragische gebeurtenissen van de afgelopen weken? Triest. In en in triest. En ik denk dat het... Dit is wel heel extreem, maar ik denk dat mensen het op een moment gewoon geestelijk toch zwaarder hebben dan dat menigeen vermoedt. Omdat het van dichtbij meemaken. U heeft het van dichtbij meegemaakt? We kennen de mensen. Zowel van de Irakese mensen als wat op Schelvorspark is gebeurd. Dat daar is gebeurd is een oude kameraad van me. En wat in de Steinstraat is gebeurd, die Irakese dames, een van is de moeder van onze gewezen buurman. Dan komt het wel erg dichtbij. Dit kwam dubbel aan bij ons. En dat raakt mij. Het raakt mij nog steeds. In dit geval wel heel tragisch. Ja. Wat vond u er persoonlijk van? Ja, ik vind het triest. Triest dat ook wat er achter die deuren gebeurt. En we spraken een vrouw en die zeiden van ja, het is een hele aardige man om te zien. En dan wordt hij ineens aangehouden. Nou, dan heb je het over het Schelvorspark gebeurtenis. En denk ook van ja, je weet niet wat er achter de deuren gebeurt. Ja, ik vind het natuurlijk gewoon te zot voor woorden dat het gewoon hier gebeurt. En al helemaal ook, ik heb daar zelf ook met mijn moeder lopen speculeren van die mevrouw in de kofferbak en die meneer met de polsen. Met waarom zou iemand zoiets doen? Wat gaat er om in die persoons hoofd? En ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. En denkt u dat daarin de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld? Ja, die hebben daar mede oorzaak aan, dat denk ik wel, ja. Bij mezelf afgaande merk ik al dat ik toch een beetje op een lager niveau functioneer dan normaal gesproken. Ja, en ik denk als je psychiatrische problematiek hebt op het moment en daar of hulpzoekende voor bent of zelf moeite mee hebt, de wachtrijen voor de psychiatrie, voor de hulp zijn lang. En als je dan ook nog zo afgezonderd in huis alleen dan maar je moet redden, dan kan dat natuurlijk nog wel eens hele vreemde situaties opleveren. Je moet het voor jezelf allemaal een plekje zien te geven. Maar zoals het hele leven eigenlijk. Ja, ik zeg het een beetje filosofisch, maar... U vindt dat deze dingen ook bij het leven horen? Ja, nou, ik heb ooit wel eens iemand anders horen zeggen... je moet dingen... en ik weet dat is heel moeilijk, leren ondergaan. En er zijn natuurlijk heel veel invloeden van buitenaf... valkuilen die je moet zien te ontwijken. En het leren ermee om te gaan. Ja, als je dat allemaal zo leest, dat is heel erg natuurlijk. En al komen wij hier zelf niet vandaan, je leest het en dan zeg je van, waar moet dat naartoe? Dat is eigenlijk het probleem. Dus... Hoe heeft het zo allemaal kunnen gebeuren, vragen de mensen zich af. Waar gaan we heen? Ja. Denk ik dan, deze tijd. Waar moet dit naartoe? Ja. Het gebeurt gewoon, een beetje onvrede hoofdzakelijk, corona wat meespeelt, dergelijke, jeugd laat op hol, ja, noem het maar op. Nee, dit is er gewoon. Dus ik denk dat het helaas een onderdeel van de maatschappij is en de wereld waarin we leven. En dat hebben we volgens u gewoon te accepteren? Hoe Nee, dan moet je zeker proberen om dat te voorkomen, zoals deze man had dus ook psychische problemen, dus dat is heel tragisch. Ik heb het idee dat... wederom hulpverlening hier gefaald heeft. Maar er zijn toch misschien mensen geweest, zoals in de Steinstraat die dat gedaan heeft, die dus wel echt heel veel hulp nodig had. En het is niet de eerste keer in Nederland dat iets faalt op dit gebied. Alleen, ik denk dat het wel een logisch gevolg is. Ja, hoe hard dat dan ook klinkt. Ik denk dat er meer hulp moet komen voor mensen die dat nodig hebben. En wat sneller. En als we dan toch op corona hebben in plaats van 45 miljoen voor de BOA's. Een beetje naar de psychiatrische hulp zou wel heel verstandig zijn. Ja, denk het ook. Welke beslissingen zouden er dan moeten worden genomen? Mensen moeten serieus genomen worden die zeggen dat ze het moeilijk hebben. Ook jongeren. En niet zomaar bagatelliseren van, ja, we hebben er allemaal mee te dealen. Maar zo kunnen we niet over elkaar praten. De gebeurtenissen zijn tragisch genoeg. Denkt u dat ze alleen in Almelo kunnen gebeuren? Nee, ik denk dat het heel Nederland We werken allebei in de zorg. Dus ja. Wel de psychische zorg wat meer, maar triest. Ik snap, er gebeurt altijd wel iets. Maar net zoals die schutter of die meneer in het park... Ja, die schutter, wat gaat er om in zijn hoofd?
Zou jij het kunnen verklaren? Nee. Ik zit daar continu over na aan te denken. Hoe zou dat kunnen gebeuren? Hoe kan iemand dat bedenken? Sommige mensen zeggen dat de coronamaatregelen er toch wel mee te maken hebben. Er zullen mensen zijn die door de coronamaatregelen zich tekort gedaan voelen. Of mensen met een kort lontje die al snel misschien ergens boos om worden. Maar of dat zo is, dat eigenlijk te betwijfelen. En dat, ja, ik heb altijd zoiets van, ja, zoals van die mensen in Almelo hier, had dat niet voorkomen kunnen worden. Maar blijkbaar niet. Ja, het is heel naar. Er wordt onderzoek naar gedaan. Ja. En dan ja. Mogen we vertrouwen op de uitkomsten. Ja. Zouden deze gebeurtenissen overal kunnen gebeuren? Ik ben bang van wel. Omdat ik dus bang ben dat dus de hulpverlening dus voor bepaalde mensen dus toch tekortschiet. En dat meen ik. Sommige mensen zeggen dat de coronamaatregelen een aantal mensen toch in een wat moeilijkere situatie heeft gebracht. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, dat geloof ik zelf niet. Nee. Het misschien wel, maar nee, zo zie ik dat niet. Nee. Want alles gaat nu onder het noemen van corona. En dat, nee. En dat vindt u iets te gemakkelijk? Ja. De problemen waren en zijn er al. We hebben een hokje, dat heet corona, en we stoppen nu alles in dat hokje. Wat er ook maar is. Wat je ook maar bedenken kunt. En dat komt door corona. Dat komt wat de corona is. Nee, ik geloof het niet. Ik wens u veel sterkte en dank u wel. Ja.